Hallo. Als iedereen weer even langzaamaan het eigen plekje zou kunnen opzoeken, dan kunnen we zo weer door. Even kijken of er mensen nog buiten staan. Oh ja, de laatste mensen die binnenkomen lopen. Volgens mij zijn we alweer bijna rond hier. Oké. Voor we beginnen nog een mededeling, filmtechnisch. Er is zojuist ook gefilmd tijdens de individuele bijdrage. En dat wordt dan ook online gezet. Mocht je dat niet prettig vinden, dan kun je even naar Koen. Ja, die staat daar achterin. En dan kun je even aangeven als je daar bezwaar tegen hebt. Ik hoop dat jullie in de pauzes volop op de whiteboards hebben geschreven en geplakt. Want een deel van deze dag is ook om elkaar beter te leren kennen en te zien wat op de agenda staat. Mocht je dat niet hebben gedaan, doe dat vooral ook na deze sessie. En dan gaan we door naar het derde panel van vandaag. En dat ga ik weer met jullie doen. En we gaan best wel een grote vraag bespreken. En afgaand op de reacties die net al zijn gekomen, roept dat zeker veel vragen en opmerkingen op. En wat we gaan doen is, we gaan het vraag- en antwoordsysteem van het eerste panel gebruiken. We hebben net even overlegd en het is een beetje lastig om dus zeg maar een soort metadiscussie binnen discussie te voeren. Dus we hebben wel genoeg voor zo meteen tijdens het avondeten. Maar we gaan dus terug naar het eerdere systeem. Dus je steekt je hand op, je vinger, 1, 2, 3. Filip is zo vriendelijk om me daar straks bij te helpen. Dus die kijkt om zich heen, schrijft namen op. En dan gaan we net als bij het eerste panel het gesprek aan. Yes? Oké, top. Dan rest mij niets anders dan het slotpanel aan te kondigen. En dat is best wel een grote vraag. Dat is denk ik gewoon een centrale vraag überhaupt. En dat is, hoe bouwen we de klimaatbeweging verder? En ben ik even blij dat ik nu weer de moderator ben, want ik hoef niet de antwoorden te geven. Dat gaan drie toffe mensen doen en hopelijk jullie ook vanuit de zaal. Ik zou graag naar voren willen uitnodigen Ewout van de Internationale Socialisten, Sjoerd van XR, waar ben je? En Lin van Milieudefensie. En we mogen wel even klappen. Ja, dat lukt wel. Oké. En nou ja, goed, net als bij de vorige panels, het verzoek om je even kort voor te stellen en even te vertellen wat jouw eerste gedachten en ideeën hierover zijn. Aan de hand daarvan daarna een korte verdieping en dan zullen we weer de microfoon openstellen. Goed? Oké, dan begin ik bij Ewout van de Internationale Socialisten. Ewout dus. Voor mij hartstikke goed dat we hier samen zijn om de balans op te maken van de afgelopen periode en om vooruit te kijken. Om te beginnen lijkt het me goed om even te kijken van ja, waar staan we nu? Greta Thunberg had vorige week een artikel waarin zei van ja, 2 jaar scholierenstakingen en qua beleid is er niet zoveel veranderd. Ik denk dat dat een goede observatie is. Afgelopen weken ook. We zien de gletsjers van in Groenland die in een versneld tempo aan het smelten zijn en waarschijnlijk onomkeerbaar. We hebben hittegolven. In Nederland is dat al heftig, maar als je denkt aan inwoners van steden zoals Basra of steden in Pakistan die te maken hebben met temperaturen van boven de 40, dan wordt het steeds de gevolg van klimaatverandering steeds concreter. Een ander punt van wat we zien is het beleid internationaal, niet helpt. Kijk naar bijvoorbeeld plannen van de Europese Unie, de Green Deal, wat vooral een manier is om grote Europese bedrijven hun concurrentiepositie te versterken internationaal. En wat het gevaar met zich meebrengt, dat het mensen alleen maar verder afkeert van de klimaatbeweging, omdat de levensstijl die steeds duurder wordt geassocieerd met de klimaatbeweging. In Nederland zien we dat een kabinet dat is ingeluid met de term het groenste kabinet ooit, afgelopen half jaar stilletjes de CO2-heffing, die een van de weinige positieve punten uit dat neoliberale klimaatakkoord, even aan de kant heeft gezet. En
De afgelopen maanden hebben we een aantal hele grote, inspirerende protesten gezien tegen racisme. Ook in Nederland. Duizenden mensen die daaraan meededen. Maar tegelijkertijd zien we hoe we de afgelopen maanden ook extreem rechts steeds meer voet aan de grond krijgt. Het debat rond corona weten te bepalen. En ook steeds meer overgaat tot terreur. De klimaatontkenning zal ook zich versterken naar het zelfvertrouwen dat deze groepen hebben. Dus dat is niet een heel positief beeld van waar we staan, maar ik denk dat het een heel belangrijke vraag is van hoe bouwen we de klimaatbeweging binnen deze context. Het eerste wat ik daarover wil zeggen is, denk ik dat het heel belangrijk is dat we lessen trekken over de afgelopen periode van hoe de bewegingen hebben gebouwd. Ik denk dat een van de grote momenten, 2019, grote momenten, twee demonstraties, de grootste klimaatdemonstraties ooit. Wat liet zien dat heel veel mensen bereid zijn om in actie te komen voor klimaatrechtvaardigheid. 40.000 in de stromende regen, moet je nagaan op het moment dat het zonnetje geschenen had. Ik denk dat dat iets is waar we ons aan vast kunnen houden. Maar ik denk dat het ook belangrijk is om daar lessen uit te trekken. Ik denk een belangrijke les van die mobilisatie was dat het was een groot moment, maar net voor de verkiezingen. Het stond op zichzelf, er was geen vervolg aangegeven. Er was niet een soort van permanent idee van hoe bouwen we de klimaatbeweging. En ook de eisen waren heel algemeen gesteld, waardoor ook het kabinet er op een hele makkelijke manier mee om kon gaan en niet voor het blok werd gezet over hoe het klimaatbeleid veranderd moest worden. Hoe gaan we dan de komende periode de klimaatbeweging bouwen? Ik denk dat dat een heel belangrijke vraag is waar veel groepen ook aparte ideeën over hebben. Ik wil 5 punten aandragen waarmee ik denk van dat kan ons helpen te identificeren hoe we dat kunnen doen. Ik denk het eerste punt daarbij is belangrijk om te begrijpen van wat zijn NGO's precies. NGO's zijn voor ons heel belangrijke bondgenoten, er zit veel kennis en kunde. Maar ik denk dat NGO's op punten ook echt een conservatieve kracht kunnen zijn. Dat ze eisen stellen die ze denken dat haalbaar zijn in plaats van te eisen van wat er nodig is om de klimaatcatastrofe te stoppen. Dat is afhankelijk natuurlijk van waar hun geld vandaan komt, hun oriëntatie dat ze met politiek in overleg moeten zijn. Maar dat is denk ik iets wat we ons moeten beseffen. Gewoon als bondgenoten onderling, van hoe verhouden we ons tot zulke grote bepalende organisaties. Het tweede punt wat ik wil maken is het belang van activisme en acties op de werkvloer. Frank die verwees er al naar als het gaat over het onderwijs. En het enorme belang daarvan. We hebben scholierenstakingen gehad, maar scholieren, die zouden de vonk kunnen zijn die andere groepen ook in actie brengen. Ik denk dat wat we nodig hebben uiteindelijk zijn klimaatstakingen. Stakingen die dus ook economische schade toebrengen en het kabinet onder druk zetten. Maar daar komen we niet 1, 2, 3. Daar moeten stappen voor gezet worden. Ik denk dat het belangrijk is van precies die voorbeelden die Frank aangaf van hoe ga je die discussie aan op je werkvloer. Dat was klimaatbeweging ook niet denken van de klimaatbeweging en vakbeweging zijn 2 verschillende dingen. Ik denk klimaatactivisten zouden actief moeten zijn op hun werkplek. Ook lid van de vakbond en samen met collega's kijken van op 25 september bijvoorbeeld, van hoe vertaal je zo'n scholierenstaking naar je werkplek? Kun je een fotomoment doen samen? Kun je een banner drop doen? Zoiets. Maar op die manier moeten we dat zaadje verder planten van dat actie van werkende mensen nodig is. Het derde punt is denk ik het belang van eisen. Daar hebben we het eerder ook al over gehad. Van dat we eisen stellen die mensen in beweging brengen. Dat we niet hele uitgebreide programma's nodig hebben, maar vooral scherp moeten kijken van wat zijn de eisen die een perspectief bieden aan mensen. Die laten zien dat we niet zeggen van een vliegtax of een vleestaks die voor iedereen geldt. Maar dat we laten zien van we hebben oog voor mensen die minder geld hebben. En dat we op die basis ook onze eisen inrichten. Ik denk een centraal punt nu is bijvoorbeeld er gaan miljarden naar Schiphol. En er worden miljarden weggetrokken van de NS. Ons punt zou moeten zijn van investeer in de spoorwegen. En reduceer de luchtvaart. Dus we moeten heel centrale zulke punten pakken. Ik denk ook voor die lokale coalities heel belangrijk van centrale punten identificeren waaromheen je groepen samen kan brengen. Dus dat is het belang van eisen. Ik denk het vierde punt wat belangrijk is in de opbouw van beweging is denk ik een permanente karakter van de klimaatbeweging en van coalities. De vorige demonstratie was ontzettend groot, maar daarna duurde het een half jaar voordat het weer helemaal opnieuw
netwerken moesten worden opgebouwd. Ik denk dat de kans nihil is dat we in maart een kabinet krijgen dat zowel links als ecologisch doet wat er nodig is. Dus ons perspectief moet ook zijn op een beweging die op de lange termijn actief is en die dus ook mensen traint en kaders opleidt van mensen die zelfstandig in hun eigen plek, op hun eigen stad of werkplek acties kunnen organiseren samen met collega's. Dat het niet één moment is en daarna gaan we weer naar huis, maar dat het gaat over een hele serie momenten. En dat dit soort van discussies, zoals we die vandaag hebben, daar ontzettend belangrijk voor zijn. Dat we onderling weten waar we staan, op welke punten we elkaar kunnen vinden en op welke punten we misschien onze eigen plannen moeten trekken. Tot slot denk ik dat de coronacrisis ook heel erg goed laat zien van waarom dit economisch systeem waarin we leven op heel veel plekken gewoon failliet is. We hebben de klimaatcrisis, we hebben de economische crisis die nu komt. Je ziet de geopolitieke spanningen opnemen. Dus ik denk ook dat we de vraag moeten stellen van hoe komen we van het kapitalisme af? Dat betekent niet opeens dat we de klimaatbeweging als geheel nu tot een anticapitalistische beweging moeten maken. Maar ik denk wel dat de groepen in de klimaatbeweging die zien dat we systeemverandering nodig hebben en dat betekent dat je verschillende onderwerpen zoals racisme, bezuinigingen, seksuele onderdrukking, dat je die aan elkaar moet koppelen, dat die groepen ook meer samen optrekken om binnen de klimaatbeweging ook een groter gewicht te vormen in de discussies. Want ik denk dat we de klimaatcatastrofe heel erg goed laat zien dat met een aantal beperkte hervormingen we er niet gaan komen. Het hele economische systeem moet anders. Dus dat betekent ook dat we een beweging moeten bouwen die op die verschillende terreinen ook actief is. Ja, dankjewel Ewout. En het is ook wel bijzonder om te horen dat het systeem terug blijft komen eigenlijk in elk panel. Lokaal ontkom je er niet aan, nationaal ontkom je er niet aan, internationaal niet. Dus ik hoop dat we ook misschien toe kunnen werken naar een gesprek wat ook laat zien wat we ook kunnen doen om dat op verschillende niveaus te veranderen. Lynn. Alright. Hi, ik ben Lynn. Ik werk bij Milieudefensie op de verkiezingencampagne. De vraag waar staan we als klimaatbeweging? Ik moest vooral denken aan vorig jaar. Jij noemde het ook al, Ewout. Volgens mij was vorig jaar, ik ben misschien wat optimistischer, maar het was ook echt wel een goed jaar voor de klimaatbeweging. Dat denk ik vooral. Ik heb momenten gehad dat ik naar het nieuws keek en dat ik eigenlijk gewoon met tranen in mijn ogen zat, omdat al elke dag die week ging het nieuws over klimaat. En dat is voor het eerst in jaren dat gebeurde. En politici begonnen met, ze kwamen met de zwakke maatregelen, maar het is wel zo dat de politiek begon te bewegen richting klimaatrechtvaardig beleid. Niet alleen klimaat, maar ook de verdeling kwam steeds meer in het gesprek. En ik denk dat en je zag ook nog dat het sentiment steeds meer onze kant op kwam. Hè. Dus ik geloof Mayna noemde het al. In de loop van 2019 was klimaat een van de grootste zorgen van Nederlanders. Stond op 2, heel kort zelfs even op nummer 1 van de grootste zorgen die Nederlanders hebben. Net voor corona kwam. En ik zat begin dit jaar eens te praten met Wijnand Duivendak, campagneleider van GroenLinks. En we hadden het hier over en hij gaf ook aan dat progressieve partijen steeds meer ruimte hadden gekregen in 2019. En hoe komt dat dan? En hij zei het allerbelangrijkste is dat er zoveel de straat op is gegaan. En gaan jullie dat dit jaar weer doen? En dus heel veel credits gaan volgens mij naar Fridays for Futures en de klimaatstakingen. Die gewoon echt het debat hebben weten te kantelen. Ja. Ik hoop dat jullie dat ook heel goed van jezelf zien, want ik weet hoe moeilijk het steeds is hè, tijdens het actievoeren en tijdens het campaignen. Maar die grotere verschuiving, daar hebben jullie een hele grote rol in gespeeld. XR is er ook echt goed in geslaagd om veel zichtbaarheid te creëren. We hebben met z'n allen inderdaad als bredere beweging de grootste demonstratie voor het klimaat in de geschiedenis van Nederland neergezet. Dus we hebben wel grote dingen gedaan en we hebben gezorgd dat klimaat zichtbaar werd. En wat er nu het geval is dat de politiek ontzettend makkelijk schuift. Wanneer, makkelijk,
Je moet er alleen wel even een hele grote beweging voor creëren. Maar op het moment dat een sentiment groter wordt in de samenleving, gaan partijen heel makkelijk schuiven. En we zagen natuurlijk net met Black Lives Matter, die er wekenlang in slaagde om het nieuws te domineren. En Rutte vond ineens Zwarte Piet toch ook wel racisme. Vorig jaar 40.000 mensen en de CO2-tax werd inderdaad veel. Het is een beetje het is flink slappe hap, maar het kwam toen op de agenda. Aan de andere kant hetzelfde natuurlijk met stikstof en met boeren. En daar ligt dus volgens mij ook een belangrijke taak voor ons. Want ook juist naar de verkiezingen toe denk ik dat, dat dit nog veel meer gaat gebeuren. Dus dat partijen nog veel makkelijker gaan schuiven en gaan reageren op het sentiment in de samenleving. Dat symboolpolitiek ook nog veel belangrijker wordt. Dus dat het veel meer gaat over waarde en identiteit dan over concrete maatregelen. Dus ik denk dat de grootste taak die wij voor ons hebben liggen als Nederlandse klimaatbeweging is om ervoor te zorgen dat klimaat het debat domineert. Dat wij nog 10 keer zo luid zijn als de boeren dat zijn geweest het afgelopen jaar. En dat klimaat weer liefst op nummer 1, maar ik denk met de crisis die eraan komt, de economische crisis, banenverlies en corona, dat we ook met nummer 2 of nummer 3, dat we dan ook al flink tevreden mogen zijn als ons dat lukt. En het grootste risico is natuurlijk dat rechtspopulisme het lukt om de agenda te domineren met als symbool migratie, waarbij ja, gewoon heel makkelijk stemmen te winnen valt over de ruggen van anders. Het is makkelijker met een hele duidelijke zondebok om het debat te domineren. En wij moeten dus ervoor zorgen dat niet zij de agenda domineren, maar wij. Ja, ik denk dat we dat ook kunnen. Want je ziet al dat het eindelijk, na 30 jaar, gelukt is om klimaat zo hoog op de agenda te krijgen. We zijn, ja, oké, ik ben wederom wat optimistisch. Ik loop nu 8 jaar mee in de klimaatbeweging en ik zie dat we veel ups en downs door zijn gegaan. Maar dat er heel sterk, dat we veel beter zijn geworden in lokale coalities bouwen, in werken met bondgenoten, in praten over hoe we samenwerken en de machtsdynamieken die daarbij opkomen. Ook moeilijke gesprekken beter kunnen voeren. Dus ik zeg niet dat we er al zijn, maar wel dat we dit gewoon, ja, we hebben eigenlijk geen keuze, we moeten dit gewoon gaan doen. Dus ik zie eigenlijk een half jaar vormen met heel veel mobilisaties. Gelukkig is er over een maand al de klimaatstaking. We hebben in oktober samen met een groep Nigeriaanse Nederlanders en met Amnesty International en met 21 maart comité een lichtjestocht gepland staan rondom de rechtszaak tegen Shell in Nigeria. Vanuit Milieudefensie hebben we ook de klimaatzaak tegen Shell staan in december, waarom flink gemobiliseerd zal worden. In januari verwachten we de uitspraak trouwens, dus hartstikke spannend. En ja, ongetwijfeld zijn er veel meer acties die gepland staan. En ik ben blij dat er veel gepraat wordt over bondgenoten, want ik denk dat dat cruciaal is. Want we gaan hoe dan ook, ja, de kans dat VVD, dat de coalitie heel erg lijkt op de coalitie die er nu zit, is natuurlijk gewoon heel groot. Dus we moeten er ook wel voor zorgen dat we die partijen meer naar ons verhaal toe kunnen schuiven. En dat ga je toch vooral doen, ja, Peter gaf het eerder eigenlijk ook al aan, met bondgenoten erbij. Van buiten de klimaatbeweging. Dus dat zie ik als onze grote taak. We zorgen dat we dat we het publieke debat domineren, heel veel acties organiseren in brede coalities. Wat is ook weer de datum, Peter? 8 maart? Nee, dat is niet als Vrouwendag. 17 maart? 17 maart
Is het idee om de grootste manifestatie in de geschiedenis van Nederland. Ah, god. Maar wanneer is dan ook weer de manifestatie? Nog niet bekend. Oh, kijk. Nou, dan hebben we nog een goed agendapunt samen. Om met z'n allen dan eigenlijk de grootste demo tot dan toe in de Nederlandse geschiedenis te organiseren. En ik denk... ik wil eigenlijk nog wel, ook vanuit Milieudefensie hebben wij daar wel steken laten vallen. We zijn hier langere tijd over aan het praten. We begonnen met in een NGO-verband met praten over hoe gaan we onze verhalen op elkaar afstemmen. Daar kwam het idee van deze grote manifestatie uit. Op dat moment heeft Peter gezegd, ja, dan moeten wel heel snel de grassroots-partijen erbij betrokken worden. En daar zijn er toen een aantal, maar niet allemaal, bij betrokken. En dus dat is een heel slechte start, waarvoor vanuit Milieudefensie ik in ieder geval wel mijn excuses wil aanbieden. Maar het moet vooral duidelijk zijn dat we dit alleen kunnen doen met die hele beweging. En ja, het is zo obvious, maar dus de volgende stap is om met z'n allen dat plan te gaan maken en te gaan bespreken hoe we willen samenwerken. Dat loopt ook allemaal al. Even kijken. Ja, dat is eigenlijk mijn verhaal. Ik ben best wel positief dat we dit... maar we hebben ook eigenlijk geen andere keus. Dus we moeten vooruit, we moeten dit gewoon neerzetten. Ja, dank jullie wel. Wat ik heel mooi vind, en dat gebeurde net hier ook, is in dit gesprek hier, of in deze groep, dat er ruimte is om kwetsbaar te zijn en om dingen aan te geven die misschien nog niet helemaal goed gaan. En volgens mij is dat een hele gezonde ontwikkeling. Dus als we het hebben over hoe bouwen we verder als beweging, is dat denk ik één antwoord. En ook het toewerken met acties naar de verkiezingen. Gebruik dus alsjeblieft dat bord, want daarin kun je ook al acties vinden. Ik hoop dat je ze ook erop hebt gezet, die je net noemde, dat rijtje. Dat zou heel tof zijn. Ja, oké, okay, cool. Dan kan de rest dat ook daar terugzien. Dankjewel, Lin. Oké, dan hebben we Sjoerd van XR. Hallo allemaal. Ik ben Sjoerd. Ik ben betrokken bij Extinction Rebellion. Nu als facilitator voor actie en logistiek. Maar ook in andere vormen betrokken. Ik spreek met licht ongemak vanuit een podium jullie toe. Het liefst zou ik met jullie spreken. Dus om mij wat gemakkelijker te maken, kijk vooral even naast je. Want dat zijn de mensen die mij ook inspireren. En ook in de pauzes heb ik geprobeerd naar mensen te luisteren. En ik hoop dan ook dat ik mensen recht doe met wat ik hier zeg. Yes, in september gaan we weer los. Eindelijk. Eindelijk kunnen we weer de straat op. Gaan we dingen doen. Als klimaatbeweging natuurlijk BLM enorm geweest. En heeft ook echt wel de weg opengebroken voor ons om dat te doen. En we gaan strijden voor een burgerberaad in Nederland. Want deze politiek krijgt het niet voor elkaar om eerlijke klimaatbeleid door te voeren. Dit politieke systeem is kapot. We zitten midden in een ecologische en klimaatramp. En we hebben leiding die het niet voor elkaar krijgt om klimaatbeleid uit te voeren. Dat is een ramp. Dat is een ramp aan zich. Dus we gaan strijden voor een burgerberaad. Waarom dat niet kan, de politiek, is dat ze te maken hebben met enorme lobby. Ze hebben te maken met ministeries die tegenwerken. Ze hebben te maken met partijpolitiek, met herkozen willen worden. Daarom gaan we strijden voor een burgerberaad in Nederland. Wat zijn de plannen? Extinction Rebellion gaat in september, op 1 september beginnen. Op 1 september komt de politiek komt weer terug. Ze komen terug van reces. We gaan ze verwelkomen. Op 15 september, Prinsjesdag, leest onze majesteit leest de traanrede voort. Want het klimaatbeleid is op die janken. Dit is allemaal in aanloop naar de grote knaller. Want op 18 tot en met 21 september blokkeren wij de Zuidas. En we gaan naar de Zuidas om de connectie te leggen tussen klimaatbeleid en economisch beleid. Want dat systeem is, we noemen dat twee handen op één buik. Yes, hiervoor hebben we ook jullie hulp nodig. In deze tijden van corona hebben we echt alle mensen nodig op de straat. En ook voor alle bewegingen is er een plek
om mee te doen aan onze rebellie. Dit is niet alleen een rebellie van Extinction Rebellion, dit is een rebellie voor iedereen die het leven een leven gunt op deze planeet. Dan, hoe gaan we dit doen? En alvast een kijkje op de strategie, hoe XR kijkt naar wat we zouden moeten doen. En dat begint bij verzet en ontregeling. Het is niet genoeg om rondjes te lopen op straat, ook al kan dat af en toe helpen. Het is niet genoeg om alleen je uit te spreken. We zullen toe moeten werken naar een netwerk die het mogelijk maakt om op grootschalige en langdurige manier verzet te plegen aan de normale processen. Er werd net ook al aan gerefereerd. We zullen economische processen moeten verstoren, sociale processen, culturele processen. Om de status quo omver te werpen. Dat gaat niet zomaar lukken. Daarvoor is tijd nodig, daarvoor is vertrouwen nodig. En daarvoor zullen we moeten opbouwen. Hoe gaan we dat doen? Extinction Rebellion werkt met zogeheten momentum-driven organizing. Ik denk dat er vast wel een aantal boeken daar te vinden zijn die uitleggen hoe dat gaat. Het gaat ongeveer zo. Je zorgt voor escalatie. Je gaat met een grote groep mensen de status quo ontregelen. Dus in de publieke ruimte zorg je voor ophef. Je overtreedt de wet en je zorgt dat er aandacht komt. Er komt momentum. Vervolgens ben je overal. Mensen zien je boodschap. Mensen denken, hey, ja, inderdaad, dit systeem is inderdaad ontzettend kloten. Sluiten je bij je aan. Op dat moment moeten onze deuren openstaan. Moeten we zorgen dat we juist mensen die niet the usual suspect zijn, dat ze zich ook thuis voelen. En dat we mensen kunnen absorberen. Dat is de groeifase. De derde fase is, we zijn groter geworden. En we kunnen weer escaleren met een grotere verandermacht. Maar daar moeten we volgens mij echt naartoe gaan werken. Een groot netwerk die het mogelijk maakt om grootschalig te ontregelen. Dan, wat gaat er volgens mij mis? En hier ga ik ook een hand in eigen boezem steken, is volgens mij de uitdrukking. Volgens mij hebben we te veel gefocust op kritieke massa. En ik heb me daar zelf ook schuldig aan gemaakt door te zeggen, nu het nog kan, we zijn op zoek naar een kritieke massa. Maar volgens mij is dat niet nodig. Volgens mij zijn we niet op zoek naar die hele grote paddenstoel die opeens uit het asfalt schiet. Maar zijn we op zoek naar dat netwerk daaronder. We zijn op zoek naar kritieke verbinding. We zijn op zoek naar die wortels die het mogelijk maken om te zien waar die paddenstoelen uit de grond moeten schieten. Om te zien hoe we die paddenstoelen die er al uit zijn geschoten kunnen ondersteunen. Hoe we elkaar kunnen ondersteunen. En dat betekent, als je gaat van kritieke massa naar kritieke verbinding, dat je de nadruk legt op het proces en niet op de uitkomst. Kritieke massa betekent dat je alleen gaat voor, oké, we moeten zoveel mensen. En ik hoor dat zoveel en ik zie zoveel mensen kapot gaan aan burn-out en overproduceren. Dat is gewoon die kapitalistische logica van, we moeten meer doen. Nee, we moeten letten op het proces, we moeten letten op elkaar. We moeten die verbindingen aangaan. Waar dit voor mij echt naar boven kwam, was het moment in november 2019, dat de bijeenkomst van Kick-Out Zwarte Piet werd aangevallen. Er werden ruiten kapotgeslagen, auto's kapotgemaakt. En ik maak me nog steeds woest. Maar ik kende niemand. Ik kon niemand appen. Waar was die verbinding? Ik was woest. Ik moest iets doen. Maar ik had niet de verbinding om iets te doen. En dan gaat er iets mis. Dan kunnen we elkaar niet vinden. Dus laten we zorgen dat we elkaar kunnen vinden als het moeilijk is. Daar gaat het om. Dus van kritieke massa naar kritieke verbinding. Ik stel voor dus dat als we hier straks weggaan, dat we dan allemaal iets gaan doen wat niet productief is met elkaar. Dat we elkaar zien voor een drankje, voor een theetje, wat dan ook, elkaar leren kennen. Daar gaat het om. Hoe kunnen we elkaar bereiken? Dat is één ding. Daarnaast denk ik dat het belangrijk is, kritieke verbinding gaat om alternatieve systemen. Dus volgens mij zijn we allemaal nog afhankelijk van werk. Zijn we allemaal, betalen wij nog huur aan huisjesmelkers? Volgens mij zijn we allemaal, gaan we wel eens naar de supermarkt en irriteren we ons rot aan het voedsel
Dat wordt weggeflikkerd of wordt verpakt in plastic. Het wordt tijd dat we onze eigen systemen gaan opzetten. Het wordt tijd dat we leren om onszelf te bevrijden van dit systeem, voordat we kunnen praten over hoe we dan die system change gaan doen. We moeten onszelf bevrijden en elkaar bevrijden door collectief die systemen op te zetten. Dat hoort ook onder kritieke verbinding. Dan, als we het toch over het systeem hebben, wat is nou dat asfalt waar we doorheen proberen te drukken? En dit is mijn laatste punt. We zeggen system change, not climate change. Maar wat is het systeem dat ons tegenhoudt om te groeien en te bloeien in gelijkwaardigheid? Waar hebben we het dan over? Volgens mij hebben we het dan gewoon over het kapitalistische, koloniale, racistische, seksistische, queerfobe, islamhatende kutsysteem. Waar we allemaal tegen vechten. En volgens mij moeten we dat veel vaker zeggen. En dat betekent niet dat het op onze posters moet en dat het overal helemaal in your face, maar dat we daar wel duidelijk over zijn. En dat we daar wel een grens trekken. Dat we niet oké zijn met iemand die zegt van, ja, we moeten naar antiracisme, maar ja, wel stapje voor stapje. We moeten wel redelijk zijn en zo. Nee, we moeten duidelijk zijn dat klimaatverandering is een gevolg van een systeem dat onderdrukt en uitbuit. En dus een gevolg van een koloniaal en kapitalistisch systeem. En ik hoor vaak mensen zeggen van, ja, dan schrikken we mensen af. Maar ik denk juist dat dat niet waar is. Ik denk dat het omgekeerde waar is. Ik denk dat als we hier duidelijk over zijn en hier op een toegankelijke manier over kunnen praten, dat we veel meer in mensen's echte wereld zijn. Dat we het niet hebben over de toekomst. Oh, ik bescherm de toekomst van mijn kinderen. Maar dat we het hebben over mensen die direct getroffen worden door dit systeem op dit moment. Hier in Nederland en in andere landen. Dus kritieke massa na kritieke verbinding. En dit systeem eindelijk eens bij zijn naam gaan noemen. En daarover praten. Yes, dankjewel Sjoerd. En ik raak het zelf ook heel even ontroerd, want we kunnen wel over systemen praten, maar hoe persoonlijk dat soms wordt, dat is ook realiteit. Ik weet nog dat ik mij een keer binnen de klimaatbeweging uitsprak tegen Zwarte Piet. En meteen daarna kreeg ik anoniem via social media allerlei berichten. En dat gaat ook over wat Caitlin net aangaf, van welke veiligheid is er wel en welke niet. En hoe luid en duidelijk wordt aangegeven dat die veiligheid er is. En binnen bepaalde cirkels is het wel veilig. Dat komt ook omdat ik dan iemand ben die dan ineens hier is beland. En het heel fijn met jullie allemaal vindt. Maar zolang die verbindingen niet ondergronds worden gelegd inderdaad, dan gaat dat niet werken. En dat is echt wel realiteit. Dus dank daarvoor. Oké, ik zou heel graag de vloer willen openen voor reacties, vragen of opmerkingen vanuit de zaal. We gebruiken dus het cijfersysteem. Steek even je hand op en Filip is zo vriendelijk om te helpen. Wie wil er als eerst? Misschien handig als... Ja. Oké, René? Hoi, ik ben René van Queers for Climate. Ik had een hele korte verduidelijkingsvraag aan Extinction Rebellion. Je had het over een burgerberaad en je had het over een blokkade in de Zuidas. En ik vroeg me af hoe je vanuit die blokkade van de Zuidas aan dat burgerberaad wil bouwen en hoe je wat jullie tijdsplan daar is en wat het stappenplan daarin is. Dankjewel. Dankjewel, René. Yes, dankjewel. Eigenlijk, om het heel simpel te maken, is dat we zeggen, de lobby blokkeert effectief klimaatbeleid. Dus wij blokkeren de lobby. Daarom staan we dus op de Zuidas. Wat betreft het burgerberaad, is dat we tijdens dat weekend ook al hierin gaan oefenen. Dus in deliberatieve democratie. Dit zal een kampement zijn waar dit soort dingen plaatsvinden. We zullen het ook zoveel mogelijk in onze acties werken met directe democratie en andere vormen van deliberatieve democratie. Om mensen te laten zien dat we dit kunnen. We kunnen echt wel zelf besluiten nemen
Daarvoor hebben we echt geen beroepspolitici nodig. Dankjewel, Sjoerd. Irene? Yes? Het zit nog een beetje als een soort wolk in mijn hoofd. Dus ik ga proberen om er een begrijpbaar dingetje van te maken. Maar ik wil even inhaken op wat Sjoerd net zei. En ik denk dat je al aan het hinten was naar Emergent Strategy van Amy Marie Brown. Precies. Nou, een boek, ik kan het jullie allemaal aanraden. Maar ik zie hier best wel een verschil tussen een reactionaire klimaatbeweging die om de politiek inspeelt en een meer intentionele klimaatbeweging, waar dus Amy Marie Brown in haar boek ook, niet een klimaatbeweging, maar intentionele actie, waar zij zich hard voor maakt. En ik wil eigenlijk proberen een paar dingetjes aan elkaar te koppelen, want we hebben dus over critical connections en we hebben het over reimagining the system that is in place. En ik denk als we dus als klimaatbeweging heel erg duidelijk voor onszelf kunnen maken, dit is het systeem waar wij naartoe willen, en dan op microniveau dat ook kunnen uitvoeren en daarmee kunnen experimenteren en dat kunnen uitleven in plaats van alleen maar die macrofocus te hebben. En dan heb ik het niet over individuele soort van consumer acties, maar wel micro-critical connections. Dan kunnen we denk ik een heleboel bereiken. Want Amy Marie Brown heeft het over fractality. Dus dat je een herhalend patroon hebt op verschillende niveaus. En als wij dus een antiracistisch, decoloniaal, queer, feminist, et cetera, systeem willen creëren, dan moeten we dat ook zelf al gaan leven. En ik denk dat ik dat even wil linken aan die lokale groepen waar we het eerder over hadden. Ik denk dat dit een heel mooi platform zou zijn voor ons als klimaatbeweging of zelfs de Nederlandse sociale bewegingen over het algemeen, om hiermee te experimenteren en dus intentioneel te worden in ons activisme. En hierbij niet of-of, maar wel en-en te zijn. Dus ik zeg niet dat reactionair activisme niet nodig is of niet handig is. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om de intentionele kant meer te gaan benadrukken. Want ik denk dat die critical connections er nog niet genoeg bestaan. Dus dat is my two cents. Oké, dankjewel. En wil jij die titel van je boek op een post-it plakken? Dan kan de rest dat later terugzoeken. Ja, thanks. Ja, ik wil na de verhalen die we hebben gehoord inzoomen op de enorme kracht en potentie van inclusiviteit. De kracht van de mensen die hebben ondervonden hoe fout deze systemen decennia lang hebben gewerkt. Zoals mijn eigen verhaal. Gevlucht nadat het Indonesisch leger mijn vader had vermoord. In Nederland aangekomen en hebben moeten constateren dat na mijn vaders dood 500.000 andere Papua's moesten volgen. 1/3 van mijn volk in de afgelopen 60 jaar en de stilte in de Nederlandse instituten zoals het onderwijs, de media, de politiek en ook binnen de klimaatbeweging. Voor mij liggen de grondoorzaken en voor heel veel andere mensen in het globale zuiden in de stilte in onze systemen, in onze samenleving, waardoor wij tot dit moment zijn gekomen. En ook het feit, ik voel me overal welkom, maar het feit dat dit perspectief niet aan die zijde zit. Als we kijken naar alle panelleden. Waar ik overigens prima mee heb gewerkt de afgelopen 2 jaar binnen campagnes. Maar het zijn deze perspectieven die decennia lang geen ruimte hebben gekregen in ons instituut. Waardoor ik geschiedenisdocenten moet overvallen over ons gedeelde geschiedenis. Als ik het heb over systeemverandering, dan draai ik niet om de feiten heen. Want dat is wat de wetenschappers ons vertellen. En de politici, waar wij overigens hen op verwijten. Dat betekent dat wij moeten reflecteren, elke dag weer. En dat is wat ik doe. Ik ben hier niet gekomen om goed nieuws met jullie te delen en te zwaaien. Nee, ik ben jullie hier om de feiten onder onszelf de neus in te drukken. Zodat wij de politici met geweten, volledige geweten, kunnen aanpakken. Ik heb de afgelopen week een contact mogen leggen met
voor degene hier in de zaal denk ik wel kennen, de campaigners van de Dakota Access Pipeline in Amerika, die de hoogste gerechtshof de zaak hebben gewonnen. En we zijn in contact. Ik ben altijd optimistisch als ik meedoe met Extinction Rebellion, fossielvrij, ook een campagne van Milieudefensie, maar ik ben altijd kritisch omdat dat het ons moet leiden om deze ellende te stoppen. Wij mogen ons nooit omdraaien van de fouten die we hebben gemaakt. En één daarvan is ook een hele concreet. Namelijk, ik snap niet hoe we dat kunnen verkopen als wij de politici op hun verantwoordelijkheid wijzen, dat we nog maar 10 jaar krijgen en dat we apolitiek willen zijn. Ik kan dat niet rijmen. Dat kan niet. En als ik dan kijk naar bijvoorbeeld een systeemfout, wat ik niet te verklaren vind, dat bijvoorbeeld IUCN Nederland, Soorten Nederland, Deltaplan, biodiversiteit, miljoenen krijgen, maar het inheems perspectief wat de wereldwijde biodiversiteit heeft behouden, moet strijden voor hun plek. Dit klopt niet. Dit is het systeemverandering binnen systemen die voor ons zouden moeten opkomen. Die zeggen te strijden voor biodiversiteit en behoud van regenwoud. Nee, het zijn mijn mensen, de Papua's, de mensen in het Amazone, die hun levens op het spel zetten, zodat wij hier nog de tijd hebben om die verandering door te voeren. Dit is waar we het over moeten hebben. En wat ik hoop, en die optimisten heb ik. Ik ga die verandering ook zelf realiseren binnen mijn beweging. En ik blijf die samenwerking aangaan, maar ik blijf even kritisch. Omdat tijd ons grootste vijand is. En ik word aangemoedigd door de jongeren van Fridays for Future, omdat zij inderdaad die inclusiviteit onderschrijven. De ruimte die Extinction Rebellion opzoekt en mij geeft. Dat geeft mij hoop. En in Papua mobiliseren ze op dit moment van dorp tot steden. Een oude overzees rijksgebied waar 's werelds ene grootste regenwoud zit. Beste mensen, als wij de moed vinden hier om de politici en de Nederlandse multinationals te zeggen van het houdt nu op. Wij staan allemaal achter de Papua's. En redden daarmee de tweede grootste regenwoud ter wereld. Er is geen enkele campagne die dat kan beogen, maar wij moeten die moed vinden. Dank jullie wel. Dankjewel, Raki. Laat ook weer heel erg zien hoe die verbondenheid is overal. Dus in elk gesprek komt dat wel weer terug eigenlijk. Hi. So, I'm Frida, ik ben Frida van Fossil Free Culture. Eigenlijk, ik wil haar visie een beetje iets verder opbouwen. Want voor mij eigenlijk ook wat belangrijk is dat als we praten over systeemverandering, kunnen we nooit inderdaad dat doen zonder dat wij een echt heel duidelijk visie daarover hebben. En daarvoor is utopie heel belangrijk. Ik ben iemand dat gelooft in utopieën. Ik weet dat dat is voor heel veel mensen misschien heel vaag enzovoort. Maar ik geloof heel erg dat utopie is de werkelijkheid van de toekomst. En als wij zo gaan zien, en inderdaad als wij als beweging een heel sterk en duidelijk utopisch systeem bedenken, met inclusiviteit inderdaad van iedereen en met alle verandering dat we willen inzien, als eerst boven staat waar we elke dag naartoe kijken, dan wordt makkelijker tussen de verschillende groepen dat deel maken van de beweging een missie hebben. En die missie gaat dan meer over, zeg maar, de objectieven in de korte toekomst, terwijl die utopie gaat over de verre toekomst. In die zin kunnen we dan integreren allemaal verschillende tactics en targets enzovoort. Want één ding dat ik heel veel zie ik hier in deze discussies, is dat heel vaak elke groep is net trekken naar zijn eigen kleine towntje. Of, nou ja, ik weet niet hoe moet je dat zeggen in Nederlands. Maar, en dat wij vergeten dat eigenlijk wij allemaal een richting hebben. Dus we zijn inderdaad allemaal in een zelfstorm. En inderdaad in verschillende boten. Maar al die boten moeten naar dezelfde richting gaan. En als beweging denk ik dat het heel belangrijk is dat wij dat utopische visie in de toekomst scherp maken. Dus dat. Dank je wel. Dank je wel. Ik ben wel even nieuwsgierig tussendoor, want ik hoor inderdaad ergens ook voor strijden. Als ik even naar jullie kijk, wie heeft het gevoel vooral tegen iets te moeten strijden? Oké.
En wie heeft het gevoel voor iets te willen strijden? Nee, want dit is een hele interessante, want ik las wel eens analyses dat het dus ook psychologisch heel veel uitmaakt waar je energie uithaalt. En of dat iets is wat je bij wijze van negatief beïnvloedt of juist een utopisch verhaal. En er is geen goed of fout, maar het is ook interessant om bij jezelf stil te staan van wat geeft mij energie. En misschien is het precies het tegenovergestelde van de ander. En dan helpt het om elkaar daarin te vinden. Dus dank voor hiervoor. Zet mij ook weer aan het denken. Yes. Nou, ik wil ten eerste zeggen dat ik het heel erg inspirerend vind dat we deze dag hebben. Omdat je niet vaak zeg maar, met zoveel verschillende organisaties de vertegenwoordigers bij elkaar hebt voor een open discussie over strategie. Ik vind het tegelijkertijd ook best moeilijk. In de zin van dat er gewoon, er zijn heel veel verschillende perspectieven. En daar ben ik dus ook zoekende in van, ja, hoe gaan we verder en wat bindt ons? En ik denk in ieder geval dat het uitgangspunt van eenheid in actie, hè, diversiteit in discussie, dat we die diversiteit willen hebben, maar dat we er ook naar streven om samen op te trekken. En dan wil ik teruggaan naar de vragen ook die in het eerste blok gesteld werden, van wat verbindt ons dan? En er zijn een aantal uitersten wel naar boven gekomen vandaag. Ik denk aan de ene kant vond ik het wat John zei van het moet heel algemeen en heel filosofisch. Ik zeg maar even groen uit de crisis, ik weet niet meer wat je precies zei. Of aan de andere kant al een utopische blauwdruk hebben of echt een soort van anticapitalistisch systeemkritiek. En alles moet daarin kloppen en dat is wat ons bindt. Ja, en dat... Dat zijn hele verschillende richtingen. En ik denk dat aan de ene kant het risico van het hele algemene, dat je gewoon niet meer scherp bent en dat Rutte bij wijze van kan zeggen van nou, daar ben ik het ook mee eens. Wij zijn ook voor groen en duurzaam uit de crisis. En aan de andere kant denk ik dat als je het heel erg scherp, al helemaal je utopie, je blauwdruk helemaal uitwerkt, dat je gewoon maar een hele kleine groep aanspreekt. En dus dat we moeten zoeken naar iets dat ons verbindt, dat voldoende scherp is om echt een machtsstrijd aan te gaan. En dat is wel nog iets wat ik nog wilde toevoegen aan wat ik in het panel heb gehoord. Kijk, ik ben ook voor massaprotesten, ook rond de verkiezingen. Maar zonder ook maar enige illusie dat het verschil gaat uitmaken. En dat als die stemmingen een beetje linkser uitpakken, of dat het CDA net meer het gevoel heeft van ja, we moeten iets draaien op dit onderwerp, dat we er dan gaan komen. Want achter die politiek zit een enorm fossiele industrie. Die niet alleen maar in Nederland domineert, maar wereldwijd investeert in fossiele projecten. Dat is een enorme macht. Dus we moeten daarover eerlijk zijn. Van dit is, zeg maar, het is zowel korte termijn, want een immense crisis met een tikkende klok. Maar ook een lange termijn strijd om met een hele machtige tegenstander. En dat is waar we ons op moeten richten. Daarom denk ik dat zeg maar, ons eigen alternatieve systeem vormen te midden van een fossiele context, dat je er daar ook niet mee gaat komen. Het gaat echt om het afbreken van een fossiele economie. Dat helemaal ontmantelen. Nou, zo, en dan van wat verbindt ons, maar wat verbindt in potentie ook een heleboel mensen in Nederland die we zouden kunnen gaan winnen, is de diepe angst en verontrusting over de klimaatcrisis. En dat het gaat om dat we moeten doen wat nodig is en niet wat haalbaar is. Dus het gaat om een stijlreductiepad wat we na moeten streven. En mij doet het denken aan, zeg maar, ik ben actief geweest rond en politiek actief geworden rond de Irakoorlog. Zat ik ook zeg maar, in die coördinatie van die demonstraties. Toen hebben we ook precies deze discussies gehad. Van hoe breed trek je het of hoe smal. En toen hebben we het wel gehad. Oké, stop de oorlog tegen Irak. Dat is gewoon het verbindende. Maar we voegen er wel leuzen aan toe. Islam is niet de vijand. Haat is niet de oplossing. Om dat soort zeg maar, racisme en extreem rechts uit te sluiten. En er wel richting aan te geven. En ik denk dat we dat als klimaatbeweging ook nodig hebben. Het verbindende is, nou ja, Nederland fossielvrij is al een beetje ingenomen qua naam, maar klimaatactie nu of zoiets dergelijks. En daaronder belast de vervuilers groene banen, maar ook geen ruimte voor racisme. Een aantal van dat soort elementen. En dat is dan wat ons moet verbinden in strijd. En dan kunnen we daar binnen
hè, als de meest bewuste deel natuurlijk onze kritieken verder uitwerken en anderen daarvoor winnen. Maar dat is niet een voorwaarde om deel te worden aan alle acties die we richting de verkiezingen en vooral ook daarna moeten hebben. Dus het idee van permanente organisatie, zowel lokaal als landelijk, is volgens mij waar we naartoe moeten. Dank je wel. Even kijken. Yes. Ik vind het een beetje lastig om iets te zeggen. Ook omdat als het gaat over racisme en de klimaatstrijd, dan zijn de mensen van kleur hier ook vandaag in de minderheid. Dus het is ook de representatie die er vandaag is, is ook direct een kritiek, denk ik, op de beweging en hoe het lastig is om die verbinding te leggen. Als het gaat over de strijd tegen Zwarte Piet vanuit Kick-out Zwarte Piet, dat is ook gerelateerd aan de klimaatstrijd. En dat weten we ook. Omdat we weten dat zwarte en bruine mensen aan het kortste eind trekken als het gaat over het klimaat dat al veranderd is. Het is alleen de reden dat we Zwarte Piet als haakje gebruiken, because it hits them. Dus dat is de enige reden hoe we toegang kunnen krijgen tot een gesprek wat gaat over antiracisme en decolonisatie. Het gesprek over Zwarte Piet is altijd gegaan voor ons over decolonisatie. En decolonisatie gaat ook over het ontmantelen van het systeem. En op een andere manier onze economie gaan organiseren. En het deelt ook met het patriarchaat en ook met wit feminisme. En hoe die structuren schade doen aan onze samenleving. En dat daar een grote discrepantie is, ook in het gesprek hier vandaag. En ook, het is ook een kritische noot naar de zwarte antiracismebeweging. Binnen ons eigen gezelschap is het ook lastig om dat gesprek te voeren. Maar ook omdat er een noodzaak is die gaat over mensenlevens tegelijkertijd. En de taal is denk ik daarin belangrijk dat het gaat over dat we met elkaar eigenlijk een strijd voeren die gaat over decoloniseren van de samenleving en vanuit daaruit nieuwe structuren opbouwen. Die uitgaan van een gelijke verdeling van middelen en die, als inheemse vrouw zeg ik dit, dat we opnieuw relaties aangaan met onze directe omgeving. En dat zijn niet alleen mensen. En ik heb een vraag, dat wilde ik zeggen. En ik heb ook een vraag. Ik denk niet dat we alleen maar offline en op straat actie kunnen voeren. En ik vroeg me af of er hardcore, savage, hackers en programmeurs zijn die zich bij mij zouden willen melden. Ja? Oké. Okay. Kijk, ja. Over strategie gesproken. Zo gaat dat ook. Dankjewel, Caitlin. Ik vind het altijd heel. De onderwerpen zijn ontzettend divers. En ik had graag, volgens mij hadden we dat graag allemaal gewild, misschien meer tijd gehad om op zoveel belangrijke onderwerpen in te gaan. Dat even vooraf. Sorry, ik ben Edwin. Ik werk bij Volksvrij Nederland. Ook een van de organisatoren van deze debatcyclus. Maar ik had een vraag, misschien kijken naar de toekomst en waar de panelleden het aantal keren ook even over hebben gehad. Het komende half jaar, verkiezingen, corona. De economische crisis die er is en aan gaat komen. En ik wilde vragen of we lering hebben kunnen trekken uit de economische crisis van 2007. Zijn er dingen die we. Want het gaat weer gebeuren en waarschijnlijk de crisis gaat groter, meer impact krijgen. En we weten allemaal waar dat toe gaat leiden. De elite gaat proberen het systeem in stand te houden. En we weten allemaal waar de kosten door wie die gedragen moeten gaan worden. Dat hoef ik allemaal niet uit te leggen. Dus ik vroeg me meer af of. Zijn er leerpunten die we uit de crisis van 2007 kunnen meenemen om te anticiperen op de crisis die nu gaat komen, die we mee, waar we wat mee kunnen doen? Want ik denk dat er best wel veel te leren valt. Ik bedoel, de Occupy heeft veel teweeg gebracht. Het 1% discours, dat heeft veel teweeg gebracht. Het is misschien niet omgezet in politieke currency, maar er zijn wel dingen, denk ik, bereikt. En ik vroeg me af of daar ideeën over zijn die we ook mee kunnen nemen. Dat is allemaal. Dankjewel, Edwin. Ja. Nou, dan gaan we terug naar het panel.
Even zien. Iemand die als eerste wil. Dus welke lessen zouden we eventueel kunnen halen uit de crisis van 2007? Zal ik me aftrappen? Ja. Om te beginnen, het eerste wat, waar ik aan denk, Edwin, gaat over ons narratief. Dus tot zover, tot voor kort was er, volgens Rutte, klotste het geld tegen de kanten en of tegen de plinten. Och, ik ben zo slecht met de uitdrukkingen. Maar en ging het dus vooral om stop het dan. Nou goed, dat was een heel andere kader dan waar we nu in zitten, waarin je dus het narratief meer moet gaan aanpassen op. Als we onze economie willen herstellen, laten we dan goed nadenken over wat we dan willen herstellen en wat we willen laten gaan. En waar willen we in investeren en hoe zorgen we daarin dat we fouten van het oude systeem niet opnieuw kopiëren en overnemen. En ik denk, wat je natuurlijk ook kan leren van de vorige keer, is dat de kans dat populistisch en populistisch rechts gaat groeien, die is groot. En de angst voor banenverlies zal, als je daar geen antwoord op geeft, als je niet een antwoord geeft wat de zorgen serieus neemt van een grote groep mensen die anders die kant op loopt, ja, dan heb je het eigenlijk op voorbaat al verloren. Okay. Dankjewel, Lynn. Ik zag Ewout dan. Ja, ik denk over lessen van de vorige, eigenlijk dezelfde crisis, maar het begin van een langere periode van economische neergang. Ik denk een heel belangrijk punt is dat, en er werd heel veel gezegd van het neoliberalisme is failliet. Het idee van trickle-down economics en dat soort dingen. Maar er bestaat toch bij heel veel mensen een soort van naïef idee van als dat idee dan voor veel mensen ontmaskerd is, dat er dan een alternatief voor zo in de plaats kan komen. Terwijl wat we de afgelopen 10 jaar hebben gezien, is dat die aanval zich geïntensiveerd heeft. Als het gaat over de winstbelasting van grote bedrijven die 10 procentpunt is teruggelopen, belastingontwijking genormaliseerd, de privatisering van publieke voorzieningen verder doorgevoerd. Dus ik denk van, ik wil niet een soort van als negatief persoon dan overkomen of zo, maar ik denk dat het heel belangrijk is wel realistisch te zijn over hoe onze kant er op het moment voor staat en dat, hoeveel er voor nodig is om dat tijd te gaan keren. Omdat wat we de afgelopen 15 jaar gezien hebben na de crisis is juist een intensivering van de aanval op onze levens, intensivering van de klimaatcrisis, de ontmenselijking van vluchtelingen, van moslims die zoveel verder is gegaan. Dus ik denk dat we, als het gaat over perspectief, kijk, het is heel makkelijk om te zeggen van, ik ben een optimistisch persoon en het wordt geweldig of iets, maar we moeten heel serieus zijn over van wat er op het spel staat en wat het betekent om onze kant de machtsvorming van onderaf weer vorm te geven. En ik denk een van de voor mij inspirerende dingen van de afgelopen periode is de hele opstand in de Verenigde Staten. Ik bedoel, in het begin van het jaar zaten we ons allemaal van, het gaat een soort van tussen Trump en niet Trump-Biden worden, wat gewoon ook een superrechtse man met losse handjes is. En die Black Lives Matter, die heeft dat helemaal opengegooid. En het gaat opeens over het ontmantelen van politiekantoren. Politiekantoren worden in de fik gezet. En dit heeft het hele debat heeft dat geopend. Dus ik denk dat het belangrijk is voor ons om ons op te trekken aan dat soort van internationale opstanden. En die sfeer en dat sentiment ook naar Nederland te brengen. En daar meer permanente vorm van organisatie voor te vinden. Mm-hmm. Waar ik zelf ook wel benieuwd naar ben, jullie idee daarover, is wat soms in Nederland gebeurt, of wat ik heb zien gebeuren, is er is momentum, er is vanuit de samenleving druk. Dat gebeurde bij de klimaatbeweging en toen later ook met antiracisme demo's. En dan zegt Rutte van, ik nodig even wat mensen uit aan tafel. En dan is er ook nog een selectie van wie worden wel uitgenodigd en wie niet. En dat weerspiegelt dan weer welke mensen wel komen aanschuiven, welke niet. Dus we hebben net ook gehad over fragmentatie binnen de beweging. En op zulke momenten wordt dat heel zichtbaar.
Dus dat het ook wordt bijna gedepolitiseerd, omdat er een tafel voor wordt ontwikkeld. En nou ja, er komen verkiezingen aan. En ik hoorde net al, er worden heel veel acties gevoerd. Er worden verkiezingscampagnes gevoerd. En er zijn allerlei ideeën over wat er moet gebeuren. Maar hoe denken jullie dat die kracht of die grassroots of wat hier ook gebeurt, hoe kan dat vertaald worden naar uiteindelijk politiek verschil in Nederlandse context? Wat denken jullie? Het is een hele grote vraag, maar het is denk ik wel eentje die gesteld moet worden. En wanneer het antwoord komt, weet ik niet. Maar ik wilde hem toch even neerleggen. Sjoerd. Yes, dan moet ik toch ook iets gaan zeggen over klimaatakkoorden. Aangezien het opgeworpen wordt. Ik denk dat we echt voorbij alle klimaatakkoorden en zo zijn. Ik denk dat dat eigenlijk de vorige keer al was. Dat NGO's daar aan tafel zaten en daarmee grote bedrijven legitimeerden. Eigenlijk gewoon de vieze bedrijven tegen wie we vechten, daarmee aan tafel gaan en een soort van legitimeren daarmee dat zij zeggenschap hebben over onze toekomst. Dat is echt een heel slecht idee. Dus ik zou echt alle mensen willen oproepen om dat te voorkomen. Dat wat betreft aan tafel gaan. Ik zou ook zeker grassroots willen oproepen om goed na te denken over wat als je uitgenodigd wordt in het torentje. Hoe werkt dat? Heb je een vertegenwoordiger die kan spreken voor de hele beweging? Komt die terug met een soort van voorstel? Hoe werkt dat? Laten we daar goed over nadenken. Dat we niet verrast worden. Dat wanneer, als we straks een golf te pakken hebben, dat we het inderdaad niet vergooien met een splintergroep die allerlei toezeggingen doet, waardoor we toch niet behalen wat we willen behalen. Dankjewel. Reacties van Lin of Ewout? Of vanuit de zaal? Kan ook natuurlijk. Filip, jij bent de baas als het gaat om de zaal. Oké, even kijken. Directe reacties hierop. Make up your mind, Niels. Oké, wie wil hierop specifiek reageren? Dus Niels, ik schaar jou daar dan onder. En dan Jesse, denk ik. En dan staan er nog 10 andere mensen op de lijn. Oké, en we hebben 10 minuten. Iedereen 1 minuut? Oké, doe nog een paar dan. Thanks, Niels. Ja, Sjoerd, wat je zegt, dat had ik ook op mijn papiertje staan. We moeten aan de ene kant radicaal genoeg zijn voor deze tijd, maar ook concreet genoeg zijn om mensen duidelijk te maken waar het om gaat. Toen een paar jaar geleden de topman van een groot bedrijf Unilever een sms'je aan Mark Rutte stuurde om even wat miljarden in zijn zak te steken. Toen hebben we dat zo duidelijk kunnen maken dat dat gaat over een politiek systeem dat fout is en dat multinationals boven mensen kiest, dat 91% van de mensen het met ons eens was. En als het gaat over klimaatverandering, dan denk ik dat dat soort percentages ook haalbaar zijn. En daarom moeten we zeggen, het kan niet dat een kabinet waar 3 ministers met een Shell-verleden zitten en een minister met een Unilever-verleden zit, dat ook verantwoordelijk is voor het kappen van regenwouden, gaat praten met diezelfde bedrijven over de oplossingen. Onze eis moet zijn, dat soort bedrijven kunnen niet aan tafel zitten als het gaat over de oplossingen voor de problemen die ze hebben veroorzaakt. Net als dat we rondom de politiek hebben gezegd, toen duidelijk was dat roken een probleem was, dat bedrijven, tabaksbedrijven, niet welkom zijn als het gaat over gesprekken over volksgezondheid. Dus ik denk, radicale eis is, geen grote bedrijven aan tafel als het gaat over de oplossingen voor de klimaatcrisis. Dankjewel, Niels. Ten eerste om duidelijk te maken aan iedereen, die jongeren die waren uitgenodigd bij Mark Rutte, dat waren wij niet. Dat was niet FFF. Dat iedereen dat weet. Oké. Dat ten eerste. Ten tweede wil ik een fenomeen, iets wat gebeurde bij de vorige klimaatstaking 27 september, is dat Rutte achteraf zei van, ja, ik zie deze klimaatstaking als een ondersteuning van het klimaatbeleid. Dat was gewoon idioot, te idioot voor woorden, maar dat kon hij maken, denk ik, omdat onze eisen en onze actiegroep en zo toen niet specifiek en kritisch genoeg was, waardoor hij dat gewoon kon zeggen, want Rutte is zo slim en hij kan zo goed praten, maar dat weet hij allemaal. Dus ik zou daar denk ik vooral voor waken, dat we gewoon duidelijk maken dat hij gewoon fout is, dat het niet kan en dat hij dus ook op geen enkele manier het alsnog kan verdraaien naar zijn hand. Dus, en dat is moeilijk, want hij kan echt alles met woorden, maar dat we echt duidelijk maken dat het gewoon niet kan en dat hij ons niet kan inpakken met al die dingen. Dat we gewoon goede en specifieke punten hebben waarop hij ons gewoon niet kan pakken. Dankjewel, Jesse.
Mark Rutte zou hebben gezegd, ik heb je gehoord. Ik zal het opschrijven. Jelle, ik ga jou ook horen. Wij gaan jou horen. Ja, ik heb je gehoord en we nemen het mee. We moeten verbinden tussen de klimaatbewegingen en we moeten verbinden in de maatschappij. En dan op een onderwerp dat juist heel erg mensen tegenover elkaar zet op dit moment. En we moeten dus, we moeten wel politiseren, maar we moeten dat doen op een manier die de samenleving meeneemt. En daarom ga ik nog een keer terugkomen op het burgerberaad. En ik eindig met een call to action, want we gaan er ook concreet iets mee doen als Extinction Rebellion, waarbij we jullie allemaal nodig hebben. Een burgerberaad is antiracistisch, omdat het door loting een afspiegeling vormt van de samenleving en al die stemmen die nu niet gehoord worden in de politiek automatisch daardoor wel gehoord worden in een burgerberaad. Een burgerberaad werkt met experts en zorgt dat de lobby geen kans krijgt, omdat alles transparant gebeurt in tegenstelling tot klimaattafels. Dus het haalt grote bedrijven eruit. En een lobby of en een burgerberaad doorbreekt partijpolitiek en de korte termijn belangen van herverkiezing, omdat het burgers laat beslissen in plaats van politici. Wat gaan we doen? We gaan een burgerinitiatief starten met zoveel mogelijk bewegingen om een burgerberaad op de agenda van de Tweede Kamer te zetten. En hoe meer organisaties zich aansluiten bij een burgerberaad voor een eerlijk klimaatbeleid op de politieke agenda, hoe makkelijker het is om de handtekeningen te halen die nodig zijn om het onderwerp direct op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Dus alsjeblieft, dit gaat over het klimaat, maar dit gaat ook over antiracisme, dit gaat ook over die grote bedrijven weghalen. Dit is een ik wil niet zeggen golden bullet, want er zijn meer golden bullets, maar het is in ieder geval een golden bullet die een verschil zou kunnen maken, juist op deze urgentie. Ik zie, Pelle heeft een directe reactie. Maar Filip is de baas. Even kijken, hoeveel algemene reacties hebben we nog? En 2 directe. Ik wil het heel goed begrijpen, dus ik heb gewoon 2 soort van kritische vragen. Wat als de uitkomst van het burgerberaad is dat we min of meer op dezelfde voet voortgaan? En 2, wat als het wel ons steunt in wat we willen, de radicale eisen die we hebben? Hoe ga je dat dan politiek implementeren? Wat is de strategie van XR om vanuit dat burgerberaad echte verandering te bewerkstelligen? Ik ga even een praktisch voorstel doen, specifiek voor deze vraag. Of het oké is om die bij het avondeten uitgebreid te bespreken. Want we hebben nu een paar minuten en elk antwoord zal hier geen recht aan doen. Is dat oké? Ook voor jou, Penne? Ja? Oké, top. John? Dit wordt wat moeilijker. Laatst ook praat ik redelijk makkelijk. Ik vind het heel fijn dat mensen heel positief zijn. Lynn, als ik jou zo hoor inderdaad, het waren mooie acties. En ik zei in mijn pleidooi vanmorgen al, het is mooi om 40.000 mensen op straat te hebben, het is mooi om 100.000 mensen op straat te hebben, maar het is niet genoeg. En om eerlijk te zijn, mensen, we zitten in een ideeënstrijd. Het is een oorlog van ideologieën. En om eerlijk te zijn, we zijn aan het verliezen. Als je zegt van zoveel mensen maken zich zorgen om het klimaat, ja, dat kan wel zijn, maar het uit zich niet bijvoorbeeld in verkiezingen. Zolang de VVD samen met de PVV en de Vorm van Democratie de meerderheid van stemmen krijgt, dan zijn we niet aan het winnen. En ik zeg daarbij niet dat de verkiezingen het middel zijn om die veranderingen te bereiken, maar het is wel een stukje van je strategie. En waar ik me zorgen om maak, als ik dit vandaag zo hoor, ik ben het met jullie allemaal eens, maar als ik hiermee de bel me inloop en ik praat met mensen daar, dan zeggen ze tegen mij, ja John, ik ben het wel met je eens, maar ik moet gaan werken. Ik heb hier geen tijd voor. En dat bedoelde ik vanmorgen met mijn pleidooi, om ook even te refereren naar wat Mijna zei, van je moet het breder gaan trekken. Je moet gaan refereren aan wat mensen bezighoudt. En maak daar vandaan die koppeling met de systeemkritiek waar we het net over hadden. Want mensen gaan eerst uit
van what's in it for me? En als je dat met elkaar gaat doen en die koppeling maakt, dan kan je een stuk verder komen. En dus dan moet je niet van bovenaf zeggen, ja, klimaatverandering is het allerbelangrijkste, dat vinden wij met elkaar. Maar er zijn tal van mensen die er anders over denken. En rechts maakt daar gebruik van. Dus wat wij te veel doen, is zenden. Misschien moeten we eens gaan beginnen met vragen. Wat houdt jou bezig? Oh, ja, dat is inderdaad heel kloot als je dat meemaakt. Hoe voel je eronder? Heb je er wel eens over nagedacht dat het misschien kan komen? Ik zeg het even heel gechargeerd nu, want het gesprek gaat uitbreiden. Door het economisch systeem waarin we leven. En zie je wat er nog meer gebeurt? Zie je de klimaatverandering? En op die manier, om nog even naar Peter te gaan, van hoe bereik je mensen en hoe betrek je mensen erbij? Op zo'n manier gaan mensen interesse voelen van, ja, ik moet misschien onderdeel van deze beweging zijn. Want als we dat niet gaan doen, mensen, dan blijft deze beweging te klein om die hele noodzakelijke verandering teweeg te brengen. We gaan het niet redden met een paar mensen. We hebben een duidelijke georganiseerde massa nodig. Ewout refereerde naar de werkvloer. Ja, daar moeten we ons gaan organiseren. We moeten ons ook gaan organiseren in de buurten. En ik maak mij wel zorgen, want ik vind het een hele goede discussie die we met elkaar hebben. Maar als ik kijk naar het vorige blok, het schoot echt alle kanten uit. Terwijl, volgens mij was het onderwerp van hoe gaan we lokale coalities bouwen. Ik heb nu niet het idee dat we het idee hebben van hoe gaan we dat doen. En ik zou graag wel met elkaar verder willen praten. Hoe gaan we dit bereiken? Hoe gaan we die massa organiseren? Dat gaan we vandaag niet meer redden. Maar ik vind het wel een onderwerp waar we continu mee bezig moeten blijven. Want anders blijven preken voor eigen parochie. En als we dat doen, laten we dan in ieder geval zorgen dat onze parochie groter gaat worden. Want dan bereik je wat. Dank jullie wel. Dank je wel, Zoen. Dit is ook een punt waar ik het net even in de pauze met wat mensen over had. Hoe dit soort gesprekken eigenlijk altijd te kort zijn en er moet altijd te veel worden besproken. Omdat tussen alle gesprekken in heel druk georganiseerd wordt. Wat heel begrijpelijk is. Maar inderdaad een terugkerende analyse van de situatie. En vandaar ook het bewegingsoverleg wat zo meteen aangekondigd zal worden. Dus af en toe is het ook goed om even te praten. Met het oog op de tijd, Filip, ik kijk jou even aan. We hadden nog 8 mensen die wat wilden zeggen. Zitten daar mensen tussen die nog niet hebben gesproken de hele dag? Kan je dat zien? Volgens mij... Of heeft iedereen even wel gesproken? Sorry, wat was jouw naam ook weer? Constantijn. Oké. Okay. Ja, Constantijn heeft gemodereerd, maar niet gereageerd vanuit het publiek. Oké, okay, we gaan een burgerberaad doen. Mag Constantijn spreken even als laatste? Ja? Oké, okay, dan is de laatste Constantijn. En voor de andere 7 mensen mijn excuses. Maar met het oog op de tijd, ik wil heel graag wel aan het programma houden. En dan kunnen we in de pauzes en het avondeten doorpraten. Goed? Ja? Oké, okay, cool. Constantijn. Dank aan het burgerberaad dat ik nog even aan het woord mag. Ja, het doet me ook een beetje denken aan de opmerking waar jij eerder mee kwam. Die vraag van, strijden wij voor of tegen? En een van de dingen wat mij opvalt is dat het heel vaak hebben wij discussies van wat allemaal niet mag en waar we mee moeten stoppen en wat niet kan. En natuurlijk deel ik dat met jullie. Er is heel veel wat zal moeten veranderen. Maar tegelijkertijd denk ik waar we ook wat meer tijd en moeite in moeten steken is het articuleren van een visie van een toekomst waar bijvoorbeeld als we steeds meer antiracisme gaan invoeren dat het ook gewoon leuk is om meer vrienden te hebben met meer cultuur en meer gesprekken erover. Het is een leukere, fijnere maatschappij. Als het milieu beter is beschermd, dan hebben we gewoon een gezondere leefomgeving. Waar we ook gewoon meer tijd voor elkaar hebben en om van de natuur te genieten. En op die manier kom je toch veel punten tegen waar we ook echt met een bericht moeten komen en mensen kunnen uitleggen waarom het beter is. Als je gaat kijken naar rechts, waar we het dan niet mee eens zijn, maar zij vallen het partijkartel aan en zij zeggen, als jullie ons kiezen, dan wordt het beter. En ik denk dat wat wij vaak doen is, wij komen toch wel een beetje met dat vingertje wijzen van wat allemaal niet mag. Terwijl tegelijkertijd worden wij niet gezien als, zeg maar, betrouwbare partijen die als, zeg maar, organiseerders de maatschappij op zich kunnen nemen en leiden naar een betere toekomst. En ik denk dat we dat wel wat beter kunnen doen. Als wij denken dat we het echt beter kunnen doen, dan moeten we daar met een betere uitleg voor komen. Van kijk, stapsgewijs, dit is hoe we dat zullen doen. En met een eis, met een aanpassing binnen het huidige systeem, kijk, dat zijn ook stappen voor ons om te mobiliseren, maar dat is niet per se iets wat de grote massa achter ons gaat krijgen of met ons mee gaat krijgen. Dus dat was even mijn bijdrage. Dankjewel. Oké, dankjewel Constantijn. Nou, dat is dan meteen ook het einde van dit panel. En we hebben heel veel vragen nog gesteld
een paar daarvan enigszins kunnen beantwoorden. Maar het is een doorgaand gesprek. En ik wil onze panelisten ontzettend bedanken voor het geven van een voorzet. Ewout, Lin en Sjoerd, dank jullie wel. En praat vooral lekker met elkaar hierna. En wat ik nog zou willen doen, het is niet afgesproken, maar willen alle organisatoren even opstaan? Ja. Ja, 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 ja. Nou, deze mensen hebben dus, door corona of niet, elke woensdagochtend was het en alle andere momenten daarna en daarvoor veel vergaderd, afgesproken, nagedacht, kopzorgen gehad om dit voor elkaar te krijgen. Heel veel gebeurt dus ook achter de schermen en ik wilde dat even laten zien. Dus een heel, heel groot applaus voor deze mensen. Ja, ja. Ja, oké.